Drie maanden Saterdag op en bloot in Humewoodweg, een van Port Elizabeth's besigste strandroetes, doodgeskiet in wat die polisie vermoed een bendeverwante skietery was. Die polisie ondersoek beeldmateriaal van een municipale camera wat moontlik leidrade kan verskaf vir 'n vermeende bende teregstelling. Nog een man is sonnaand omstreeks 6:30 voor die Livingston Hospital in Port Elizabeth dood aangetref. Volgens adjudant-officier Alwin Labans, polisiewoordvoerder, is die man vermoedelijk in sy vroeg 30s 5 keer op 'n kort afstand geskiet, voor hy by die ingang van die Livingston Hospital in mekaar gesak het. Die polisie vermoed dat die man se skietdood ook bendeverwant is, maar kon nie bevestig of dit verband hou met die skietery Saterdag nie.